Wat ben je aan het doen, Stekel? Ik probeer een auto te huren. En dat is lastig, want ik heb zelf een auto, dus ik doe dit nooit. Ja. Nee, en nu kan je het niet. Misschien kan ik beter... Je bent digibet op Snapcar. Nou ja, dat is dan weer lastig. Wat moet je dan huren? Want ik zoek eigenlijk een elektrische auto. Een leuke Tesla Model S of zo. Zoek in, search Tesla. Even kijken, zoek. Je kunt filteren op elektrisch. Kijk, filter op elektrisch. Krijg je een mooi rijtje. Ja, Pascal, omdat jij bent van Snapcar, dus jij kan hem een handje helpen. Uitgebreid. Absoluut. Filter op elektrisch. Uitgebreid filteren. Ik vertel ondertussen even mijn eigen ervaring met Snapcar. Ik heb 2 keer een auto via gehuurd. Ik ben super enthousiast over. We zijn met serie uitzendingen bezig. En dit is de derde op de avond. En eerder in gesprek met iemand van Airbnb vertelde ik over dat... Eigenlijk voor mijzelf, het leuke van al die zogenoemde deeleconomiediensten is eigenlijk de mensen die spullen verhuren. Ik heb een keer een hele oude Volvo gehuurd. Nou, dat is één ding. Dat is een leuke ervaring. Mijn kinderen vonden het de mooiste auto die we ooit gehuurd hadden. Maar dat je dan terugkomt en die jongen die hem verhuurt, David, die staat te wachten met onze vrienden. Want hij wil onmiddellijk door naar Zweden. Ik zeg, ga je skiën? Nee, we gaan een beetje rustig aan. We hebben afgelegen iets gehuurd. En we gaan zelf een jacuzzi bouwen, want we hebben 5 hakbijlen bij ons. Dus nou ja, dat verhaal krijg ik bij Hertz nooit te horen. Dus alleen al het verhaal eromheen, de mensen ontmoeten, dat is zeg maar mijn grote charme van deze diensten. Maar goed, het gaat op jou. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Een dienst waar mensen met een auto die aan een ander kunnen verhuren. Ja, ons hogere doel is eigenlijk om het totaal aantal auto's te verlagen. Dus we hebben onszelf vrij ambitieuze doelstelling gesteld om eigenlijk in 2017 1% minder auto's in Europa te hebben. Nou, de reden waarom wij denken dat kan, is omdat gemiddeld een auto 23 uur per dag stilstaat. Nou, alleen al in Nederland zijn er 8 miljoen auto's die dus allemaal 23 uur per dag stilstaan. Nou, als je in Europa kijkt, dan zijn dat er 250 miljoen. Nou, dat is natuurlijk compleet onzinnig. Dat kan op een andere manier. En dat is de reden waarom we ermee zijn gestart. Ja, maar waarom auto's? Want als je er gaat doorredeneren, komen we waarschijnlijk op nog heel veel andere spullen die onbenut staan in de wereld. Nou, dat hebben wij initieel bekeken vanuit het businessmodel. We zijn geïnspireerd in eerste instantie door Airbnb. Toen wij begin 2011 hiermee startten, al behoorlijk onderweg waren. Volgens mij bestonden die toen al 3 jaar. Dat ging heel goed. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar welke dingen kun je allemaal doen in die nieuwe deeleconomie. Die toen nog redelijk in de kinderschoenen staat, maar wat nu echt ergens op begint te lijken. En toen hebben we gekeken naar en hoe kunnen we daar dan ook een businessmodel achter zetten. En toen kwamen we erachter van op het moment dat je met relatief grote gebruiksgoederen werkt, waar een behoorlijke waarde aan hangt, dan zijn mensen ook wel bereid om daar iets voor te betalen. Of zijn mensen ook bereid om daar iets voor te vragen. En kunnen we daar een service omheen bouwen, waar we vervolgens ook een bedrijf op kunnen bouwen. Ons idee, wat we toen in kaart hebben gebracht, waren dat eigenlijk primair huizen en auto's. Toen zijn we in auto's gaan verdiepen. En toen bleken er al 1 of 2 initiatieven in de wereld te zijn die dat aan het doen waren. Dat zag er goed uit. En toen dachten wij, nou, zoiets moet in Nederland ook kunnen. Ja. Nu zie je eigenlijk 2,5 jaar later, ik denk wel een stuk of 25 bedrijven wereldwijd die hierin actief zijn. Ja, en want nu zeg je van, dat moet in Nederland ook kunnen. Maar je zei net, ons streven is om in Europa dat bezit terug te brengen. Vertel eerst eventjes, hoe succesvol zijn jullie in Nederland? Nou ja, in Nederland gaat het dus heel goed. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we nu de stap naar Europa willen maken. Maar maak het even concreet. Hoeveel gebruikers heb je? Hoeveel auto's verhuur je per week? Wat voor cijfers je ook wil delen? Ja, 35.000 gebruikers. Waarvan iets meer dan 6.000 auto's. Dus ongeveer 30.000 huurders. Dan heb je het over in Nederland iets meer dan 700 plaatsen. En qua auto's die verhuurd worden, dat schommelt nogal tussen bijvoorbeeld de kerstvakantie, herfstvakantie, zomer, et cetera. Maar dan moet je nu denken aan enkele honderden per week. Ja, en wat is jullie model? Want ik heb
auto's. Tesla gehuurd nu. We gaan zo met de Tesla naar je huis. Er worden heel veel auto's per 2 dagen verhuurd. Dat viel me op het begin op. En de prijzen variëren van 20 tot 80 euro. En ik zat net bij de Tesla Model S. Ja. Die je ook gewoon bij jullie kunt huren. Niet die van Vincent, maar van een zekere Florian. Die vraagt dan 250 euro per 2 dagen. Wat is jullie model? Wat hou je daarvan in? Ja, ons model is eigenlijk heel simpel. De verhuurder bepaalt zijn eigen prijs. En wij zetten daar een tientje bovenop. Okay. En dat is eigenlijk de eindprijs. Dus geen percentage, vast bedrag? Nee, het is een vast bedrag. Ja. Dat is het bedrag wat de huurder betaalt. En eigenlijk van dat tientje dragen wij grofweg de helft weer af aan de verzekering. Dat is gewoon verzekeringspremie. En die andere helft zijn commissieinkomsten voor Snapcar. Kijk, want dat vind ik het geniale van het systeem. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, bij de meeste systemen, we gaan het gewoon eventjes om die dienst heen regelen. De eerste keer doen we het via Snapcar en dan daarna weet ik toch wel waar die gast woont. Maar het is ons beider belang, omdat zij en voor de eigenaar van de auto het goed geregeld hebben en aan mijn kant. Het is ons beide belang om het via jullie te blijven doen. Ook al wisselen we zeg maar eerst s'avonds telefoonnummers uit. Kan ik wel even checken. En dat komt door die verzekering. Want dat is een heel krachtig punt. Dat is het heikele punt altijd natuurlijk. Hè? Klopt. Auto uitlenen en dat soort dingen. Nee, klopt. En in het verhaal van de dame van Airbnb kwam ook naar voren heel duidelijk. Okay, het gaat om trust. En een belangrijke component op het gebied van trust voor Snapcar is die verzekering. Die eigenlijk alle risico's die je mogelijkerwijs zou kunnen lopen afdekt. Want zit er ook een verzekeraar, is een verzekeraar in jullie bedrijf of niet? We hebben dat eigenlijk samen met onze partner Centraal Beheer Achmea geregeld. Dus die hebben een speciaal verzekeringsproduct ontwikkeld voor peer-to-peer carsharing. En daar maken wij gebruik van. Ja, en wat betekent partner dan? Dat alleen deze dienst of zitten ze met geld in jullie bedrijf? Nee, ze zitten niet met geld in ons bedrijf. Nee, dus het is puur een partnership. Ja. Ja. Hey, en jullie wilt nu Europa in. Jullie zijn recent begonnen met de crowdfunding actie. Het idee daarvan was, we willen minimaal een ton ophalen. Nou, ik weet niet precies, maar volgens mij was een week geleden of zoiets dat jullie begonnen ongeveer. Ja, we zijn vorige week maandag gestart. En we zijn eigenlijk vandaag, na 10 dagen al door die 100.000 euro heen geraakt. Toen ik keek vanmiddag, het zal dus nu al meer zijn, was het 112.000 de laatste keer dat ik het gezien heb. Bijzonder, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Echt heel gaaf. En met name om te zien zeg maar, hoe enthousiast iedereen is. Je ziet natuurlijk de reacties die mensen geven, zowel op de site als op Twitter of op Facebook, maar ook mensen die ons mailen. Mensen dragen het concept gewoon een heel warm hart toe. En dat is echt wel heel cool. Ja. Hey, en ik neem aan dat die ton een symbolisch bedrag is. Met die ton verover je Europa niet. Klopt. Willen jullie daarmee ook misschien aan investeerders van anderen laten zien van dit is niet alleen een dienst met potentie, maar ook met een dienst met een publiek wat zich betrokken bij voelt? Nou, het is ten eerste geen symbolisch bedrag. Een ton is wel veel, maar daar kan je niet de wereld mee veroveren, toch? Daar kan je niet de hele wereld mee veroveren, maar daar kun je wel een serieuze stap mee maken. Dus daar zijn we heel blij mee dat we dat en zeker in zo'n korte tijd zeg maar, bij elkaar hebben kunnen krijgen. We maken ook duidelijk zeg maar, wat we daar precies mee doen. Maar in het totale plaatje verwachten wij dat we ongeveer 10% van onze eigenlijk financieringsbehoeften voor de komende jaren door middel van deze crowdfundingcampagne kunnen ophalen. En het is eigenlijk gestoeld op 2 gedachten. Enerzijds gaan we wel degelijk mooie dingen doen met het geld wat we ophalen. Maar anderzijds hebben we een hele mooie achterban opgebouwd. Zowel de gebruikers, wat er dan iets meer dan 35.000 zijn, maar ook allerlei fans. Die gewoon heel enthousiast zijn over Snapcar. Ja. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd van hoe leuk zou het zijn als we die kunnen betrekken bij wat we doen. En dat past natuurlijk perfect in de peer-to-peer gedachte. Ja. En mensen vinden het dus ook echt heel leuk om een aandeel te kunnen nemen in een bedrijf als Snapcar. Nou, even een paar reacties van Twitter. Marco Derksen, die woont in Arnhem. Die klaagt een beetje dat wij hier dan in Amsterdam weer een Tesla Model S kunnen huren. Terwijl hij alleen maar een Fiat Panda te huren vindt in zijn woonplaats. Ja, Marco, daar kunnen wij echt niets aan doen. Je bent zelf weggegaan uit Amsterdam. In Arnhem gaat het, als het goed is, best wel goed. Ja, maar goed, hij krijgt alleen maar een Fiat Panda eruit. Dus dat is nu toch wel jammer. Verder positieve reacties. Joris die zegt, heel veel plezier gehad. Busje gehuurd via Snapcar voor verhuizingen. Dat soort dingen.
Een vraag van Herm van der Beek, die wil weten of jullie Snapcar gelinkt is aan het Franse Snapcar met de 1P in Frankrijk. Is dat... Nee, dat is heel iets anders ook. Ja? Ja, ik ken het dat niet. Is niet dat is geen... Er is nog een ander bedrijf ook in de Verenigde Staten. Die hebben ook een naam Snapcar, maar die doen ook iets heel anders. Die zitten in een soort mobiliteitsapp. Toevallig wel in dezelfde hoek. Een bedrijf in Frankrijk doet weer iets heel anders, zeg maar. Dat heeft niks met peer-to-peer carsharing te maken. Oké, een vraag van Johan Schaap of bij die verzekering, wat een van jullie echte unique selling points is, ook een pechdienst is inbegrepen? Ja, zeker. Ja. Ja, okay. Zowel voor Nederland als Europees, eigenlijk, hè? Heel Europa. Ja. Dus daar valt zo'n beetje ook alles onder wat daaronder kan vallen. Dus vervangend vervoer. Dingen die je moet declareren rondom een taxi of iets anders wat je moet gebruiken. En dat is gewoon 24/7. Dus dat loopt via een andere partner, Eurocross. En die handelen dat eigenlijk allemaal netjes af. Ja. Dus dat is wel echt de basis van jullie platform. Dat al die dingen die je nodig hebt als je een auto huurt of verhuurt, dat hebben jullie gewoon geregeld. Ja, precies wat je zegt. Wel even erbij zeggen hoe. Jij hebt dat onlangs gedaan, dat weet ik. Jij ging met je gezin naar Engeland en je rijdt van de boot, meen ik. En toen startte die niet. Nee man, maar dat was het was alleen maar beter. Maar dat is toch wel vervelend natuurlijk. want ik zou best nog wel kunnen... Ik sluit ook niet uit dat ik hier een rol in heb gespeeld. Misschien heb ik wel iets... Weet de lamp aan laten staan. Maar met nieuwe auto's kan dat niet. Maar met oude auto's kan dat wel. Ja, die kan je ze gewoon aan laten staan. En anders gaat die bij nieuwe auto gaat alles piepen, zeg maar. Maar jij hebt gewoon een antieke Volvo gehuurd. Wat moest je daarvoor betalen per dag? Een paar tientjes, zeg weinig. Want wat jij net zei, want dat tientje op deze auto's, volgens mij zitten hier ook regels aan. Hè? Dacht ik dat je bepaalde auto's van bepaalde leeftijd, je mag, daar zit ook, jullie geeft ook wel aan wat mensen voor mogen vragen of niet? Kan je van een hele oude, kan hij voor zijn Diana heel veel geld vragen? Dat kan wel, alleen we geven wel inderdaad een richtlijn. Omdat heel veel mensen geen idee hebben wat ze er überhaupt voor zouden moeten vragen. En de meeste mensen die houden zich ook aan die richtlijn, maar het hoeft niet. Je kunt zelf. En ik snap dat niet iedereen het wil dat je van de boot afgaat bij Hoek van Holland en dat de auto niet start. Maar ik zou toch willen benadrukken dat het onze ervaring alleen maar beter heeft gemaakt. Want was volgende was geval. Dus wij kunnen beneden zitten in die grote auto. Volvo 42. Ja, familie, vader, moeder, twee kinderen en oma. En die start niet. Maar kinderen hadden nooit meegemaakt een auto überhaupt niet start. En dat je moest duwen, dat was een concept wat ze niet kenden, kennelijk. Dus ik zei, die auto start niet. En ze zaten er op die achterbank. En ik zeg... Duwen! Nou, dan zei duwen. Nou goed, ze moeder ook naar buiten, kinderen eruit, achter, die kinderen duwen ook zo'n beetje. Duwen! Nou, en uiteindelijk, wat je eigenlijk meestal moet doen, is je moet gewoon zorgen dat je niet vooruit komt. Want die mannen die werken op zo'n boot, die willen heus wel dat jij eraf gaat. Ja, die kwamen gelukkig wel helpen. Maar voor mijn kinderen was het Little Miss Sunshine moment van hun leven. In die film zijn ze met een busje op vakantie en dan start hij ook niet. En dan moeten ze hem duwen en moet je er rijdend inspringen. Dus het heeft onze vakantie... echt verbeterd. Dus je moet gewoon erbij zeggen van voor je eigen Little Miss Sunshine moment, huur deze Volvo. Ja, maar goed, even voor de duidelijkheid. Dit is niet een normale situatie overigens. Je kunt ook gewoon een Tesla Model S, toch? Ja, je kunt eigenlijk alles huren wat je maar kunt bedenken. Ja. Kun jij iets zeggen over de mensen die auto's verhuren? Kijk, die auto's huren, dat snap ik wel. Dat zijn mensen die geen auto hebben en er eentje nodig hebben af en toe. Ja. Wat is het profiel van mensen die hem bij jullie aanbieden? En het sluit eigenlijk best wel dicht aan op het profiel van de huurders. Het sluit ook een beetje aan waar jij mee begon. Mensen in de sharing economy, daar draait het om. En die mensen die vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. Elkaar iets te gunnen en samen iets te regelen. En in feite, wij faciliteren daar eigenlijk alleen maar tussen. Ja, als je specifiek kijkt naar het type mens, zeg maar, dan zie je mensen zijn heel begaan met iets doen voor de wereld. Of dat nou in maatschappelijke zin is, je buurman helpen, of op het gebied van milieu. Dus dat is een mindset die alle deelnemers eigenlijk wel hebben. Maar daarnaast is het natuurlijk ook altijd wel een financiële component.
Want het is wel zo dat op het moment dat je je auto verhuurt, dan kun je een deel van je autokosten terugverdienen. En op het moment dat je je auto huurt, dan huur je goedkoper. Dus in feite deel je eigenlijk samen de kosten van autobezit. Ja. Dus dat speelt mee. Ja, en als je dan specifiek gaat kijken naar waar de mensen wonen, is het over het algemeen in de steden. Zijn mensen over het algemeen ietsje hoger opgeleid. Hebben over het algemeen zeg maar gemiddeld tot wat hoger inkomen. Zijn over het algemeen ietsje jonger, tussen de 25 en de 45. Waarbij verhuurders dan over het algemeen wel ietsje ouder zijn. 35 tot 45 dan de huurders, 25 tot 35. Dus daar moet je een beetje aan denken. Ja. Ja, want dat geldt, hè, want je zei die andere keer dat ik huurde, was vlak bij iemand bij me in de buurt. Uiteindelijk verdient zo iemand. In dit geval kost het me volgens mij €25 voor een dag. Had ik gewoon een prima auto. Dus een tientje voor jullie, 15 voor die persoon. Je moet er ook nog afspraken voor maken. Maar even de sleutel, wat prima is. Dus voor het geld zal hij het niet gedaan hebben. Puur alleen voor het geld. Ja. Er zijn weinig mensen die dat doen inderdaad. Ja. Het is altijd wel een combinatie van motivaties. Ja. En dat is ook wat het mooi maakt. En daardoor krijg je unieke ervaringen die je ergens anders niet zou hebben. Ja. Als je mensen bijvoorbeeld hoort praten over een marktplaats, wat nu compleet is ingeburgerd, dan gaat het vaak over het verhaal eromheen. Het is nou echt niet per se dat je de hoofdprijs wil hebben voor dat kastje wat je nog ergens hebt staan. Maar het gaat erom, zeg maar, dat iemand anders datgene wat jij eigenlijk niet gebruikt nuttig kan maken. En de ervaring die je daar dan bij hebt. Kun je concreet jullie doelstellingen met ons delen? Met andere woorden, van, weet je wel, we beginnen even met Nederland. Wat willen jullie op dit 2014 bereiken? En als we jou hier over een jaar zouden uitnodigen, waar staan we dan? Ja. In specifiek in Nederland willen we dit jaar keer 3 of keer 4. Zowel in termen van deelnemers, in termen omzet, van auto's, omzet als als transacties, ja. Eigenlijk gewoon alles. En dat is ook allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Dus dat is het mooie ervan. Als we dan kijken, zeg maar, naar stappen naar het buitenland, dan willen we eigenlijk. In Duitsland zijn we afgelopen zomer gestart, maar nog best wel op een laag pitje. We willen nu serieus in Duitsland gaan starten. En we willen een start maken in de UK. Dat is voor dit jaar de agenda. Afhankelijk van hoe snel dat gaat lopen, gaan we verder kijken. Maar daar hebben we voorlopig onze handen wel aan vol. Ja, met hoeveel man zit je nu? We zijn nu met een team van 12. Oké. Okay. Ja, deels voltijd en deels deeltijd. En hoe verhoudt zich dat in uw team? Ontwikkelaars, marketing? Hoe ziet dat team eruit? Ja, grofweg een derde ontwikkeling, een derde marketing en een derde support eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Hey, Europees gaan, krijg je ook te maken met culturele verschillen. Ja. Hoe ga je daarin, zeg maar? Of je in Duitsland begint of het in zichzelf gekeerde Engeland begint, is toch een ander verhaal. Ja, dat klopt. Dus daar moeten we voor een deel gaan uitvinden hoe dat precies zit. Dus wat we nu bijvoorbeeld aan het doen zijn, is dat we voor Duitsland en voor Engeland aan het kijken zijn naar de steden die interessant zijn. Want het is met name een concept wat vliegt in de steden. We kijken daarbij naar steden van zeg 200.000, 300.000 inwoners of meer. Zijn we eigenlijk een stedenanalyse aan het doen. En daar kijken we bijvoorbeeld bij naar, oké, waar wordt Airbnb al goed gebruikt? Of waar zijn al andere carsharing initiatieven gaande? Of waar stimuleren lokale overheden allerlei duurzame initiatieven? Dat soort dingen moet je dan aan denken. Daar zitten we nu middenin. En op basis daarvan gaan we eigenlijk kijken van, oké, hoe kunnen we de fit vinden tussen hetgene wat we eigenlijk aan doen zijn en wat mensen willen? Dan gaan we vanzelf wel aanlopen tegen, zeg maar, die culturele verschillen. Dus de startvraag is, we gaan onderzoeken, is het publiek er klaar voor? Ja. En daar waar ze er zoveel mogelijk klaar voor zijn, daar gaan we dan beginnen. Ja. Hey, ik heb een... Pieter heeft zich gemeld. Die heeft een kettingzaag. Meen je niet? Mooi. Kettingzaag van Peerby. Nou, is dat binnen een half uur? Ja, dat is behoorlijk snel. Ja, dus als je dit on demand kijkt, kijk dan ook de uitzending terug met Peerby. Want Roeland wilde het graag Peerby moeilijk maken door een kettingzaag te vragen. Althans, hij beweert zelf dat hij hem hard nodig had. Maar nu zal hij eraan moeten. Nu zal ik hem moeten. Ik kom straks met mijn Tesla van Snapcar even langs. Ha ha ha.
Geweldig. Even kijken Sorry, ik ben even afgeleid. Ja, nee, dat is heel goed. Dat hoort er ook een klein beetje bij. Logisch. Zouden mensen al hun via gemeentewegen verkregen Kanta verhuren via Snapcar? Dan heeft wethouder Ossel, die we aan het begin hadden, zijn volgende probleem. Ik zag wel een interessante vraag van David. Die vroeg zich af of er al mensen zijn... Oh, die vraag bedoel je? Ja, nee, dat klopt. Die stelde ik net. Oh, die stelde je net. Ja, ik zit niet op de wet. Oh, je hoorde Kanta bedoel je? Ja, ja. Nee, of er al mensen zijn die speciaal een nieuwe auto kopen om die vervolgens via Snapcar te gaan verhuren. Ja, deze was ook van hem. Ja, okay. Ja, die mensen zijn er. Het gebeurt ook dat wij eigenlijk voor de aankoop gecontact worden. Wat nou een auto is die veel verhuurt. En dat is natuurlijk heel slim. Want als je wel een auto nodig hebt... dan kun je beter een auto aanschaffen die je dan kunt delen en een deel van je autokosten kunt terugverdienen. Ja. Dat gebeurt inderdaad. Ja. Die zijn echt alleen maar slim. Ja, vind ik wel, ja. Ja. Hey, even kijken, ik zou zeggen overnemen al die succesvolle kleine lokale autodeelinitiatieven. Ik weet niet even precies waar dat op over gaat. Even kijken, rijdt de rijdende rechter al via Snapcar. Biedt minister-president Rutte een fulltime te verhuren deelauto aan als zijn de challenge volgens Harm aan de crowdfunding campagne. Oh ja, hij vroeg daar eerder nog. Dat is wel interessant. Hè? Jullie hebben gezegd we willen minimaal die 100.000 halen, maar de actie duurt volgens mij nog 50 dagen of zoiets dergelijks. Wat is je nieuwe goal? Wat is je nieuwe doel? Ja, we hebben nu eigenlijk een nieuwe goal van €250.000 neergezet. En die hebben we eigenlijk afgebroken in drie blokjes, zeg maar, van €50.000. En per blokje hebben we eigenlijk aangegeven, zeg maar, wat we met die €50.000 willen gaan doen. Ben ik erg benieuwd waar we op gaan uitkomen. Ja. 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 Het is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer crowd er achter ons staat, hoe sterker we zijn. Ja. Oké, heb jij nog vragen of ben je met je kettingzaag nog bezig? Dat is ook heel belangrijk. Want anders gaat hij misschien zo naar bed en dan kan je de kettingzaag niet komen. Nee, maar hij heeft een elektrische. Ik zoek eigenlijk eentje op benzine. Dus, Dat had je er niet bij gezegd. Nee. Elektrisch is een beetje, die hebben niet genoeg power. Ja, dat had ik er misschien bij moeten zeggen. Ja. Je zoekt zeker ook een elektrische Tesla op benzine. Hey, jij ontzettend bedankt. En prachtig wat jij zelf ook zei. Het mooie is van de combinatie van jullie. Dat peer-to-peer dat je en zo'n succesvolle crowdfunding actie hebt. En met je dienst zo goed bezig bent. Jij zei onderweg helemaal terecht van mijn ervaring met die Volvo. Ja, hoe positief die voor mij ook was. Even dat alles even benadrukkend. De meeste die één keertje niet starten is natuurlijk niet zo standaard voor... Nee, want ik heb gekeken. Het staan alleen maar prima nieuwe, moderne... Nee, maar hij ook. Die David, die krijgt alleen maar goede recensies. Dat is, huur die Volvo 240 van 35 jaar oud. Voor €25 per dag. Ja, ga ermee naar Engeland. Ga ermee naar Engeland. Iedereen kijkt naar je. Mooi. Hey, allemaal bedankt voor het kijken. En als je on demand kijkt, kijk ook onze andere uitzendingen over de deeleconomie terug. Wij danken de stream van Streamzilla uit Groningen. Die zorgt ervoor dat je live kon meekijken. En via YouTube kun je alles on demand bekijken. Dank voor het kijken. Tot de volgende dinsdag. Dag. Leuk.